Ja. Trainer Fred de Boer, we staan hier na afloop van de wedstrijd Urk ACV 2-2. Een bewogen wedstrijd. Ja, een wedstrijd met twee gezichten, denk ik. Eerste helft op twee momenten na geen kans weggegeven. Maar die twee momenten zijn zeer bepalend voor het gevoel van Urk. Urk krijgt zelfvertrouwen. En je zag bij ons, het brokkelde echt weg. Hè. We maken een fout de eerste helft met een vroege voorzet. Na 5 minuten volgens mij al. We wisten dat die zou komen. Die kan je er ook niet altijd uithalen. Dus dan gaat het om de manier waarop je verdedigt. Nou, wij dekten volgens mij op 3, 4, 5 meter een bal in de 16 voorbij de tweede paal. Ja, dan kan hij hem neerleggen waar hij wil. En dan legt hij hem keurig bij de tweede paal en dat is 1-0. Dan zie je dat hun beter gaan voetballen en wij juist wat minder. Toen de wedstrijd zich weer wat gelijk trok, zeg maar, ja, viel de 2-0 uit een schakelmoment dat we 3-2 staan. En dan stappen we naïef in met z'n tweeën, waardoor het 1-1 is met de keeper. Ja, natuurlijk een hele domme fout. Hun nog een beter gevoel en wij nog een slecht gevoel. Nou, dat heb je de hele eerste helft gezien. Maar goed, de tweede helft, in de rust konden we een paar dingen aangeven, ook rustig gebleven. Omdat het ging vooral om zelfvertrouwen. Dus boos zijn had geen zin, dat ben je ook wel eens, maar dit keer niet. Dus die kleine veranderingen, ja, heb je een beetje geluk nodig als coaches. De 2-1, de aansluitingstreffer. En toen onmiddellijk keerde de wedstrijd zich. Dus toen was het slechte gevoel bij Urk en het goede gevoel bij ons. Nou, we kregen een kans op 2-2 volgens mij met Daniel Schans. Maar goed, we kregen ook de rode kaart, waardoor je kon verwachten dat het momentum zou switchen. Nou, dat switchte niet. We deden het knap met 10 man en we waren eigenlijk dreigend. Hun hebben 1 keer de kans gehad op 3-1. 1 keer in een hele wedstrijd. Nou, dat is gewoon knap, want we speelden met 10 man. Ja, en dan in de slotfase de dubbele. De tweede bal, een hoge bal, Daan Smit geloof ik, Arjen Hagenau, actie, penalty. Ja, dan moet hij er ook nog maar in, hè. Dus, ik geloof de helft van de selectie keek niet, maar hij schiet hem er heel cool in. En we hebben dus toch nog een punt gewonnen, terwijl we normaal weer hier winnen. Maar voor nu met 2-0 achter. Moeilijke wedstrijd, dat je dan zo terugkomt, fysiek terugkomt, weerbaarheid, mentaal, qua voetbal, nou, dat is een compliment voor mijn selectie. Ja, in de eerste helft was de weerbaarheid niet iets minder, in de duelkracht ook. Nee, dat zie je, dat wat ik net zei, dat slecht gevoel zie je terug in het duel, zie je terug in het voetbal. Dan geven we lang, terwijl we kort moeten spelen, we andersom. Dus dan hebben we het gewoon moeilijk met onszelf. Dus dat voetballen tegen Urk, maar voetballen ook tegen onszelf. Nou, dat zie je wel eens vaker bij dit team. Dus dat hebben we gelukkig in de rust kunnen wegpoetsen. Ja, en dan moet je ook geluk hebben, dat zei ik net al, dat je die aansluitingstreffer, want dat helpt dan. Dat is dan doping. Dan zie je de wedstrijd die je nu hebt gezien. Ja, dit is een klassieker vooraf. Ja, nu is het helemaal een klassieker als je met 10 man 2-2 had. Die rode kaart was even slikken, denk ik. Ja, nou ja, dat is natuurlijk heel dom. Dat weet hij zelf, dat zegt hij zelf als eerste. Dus daar hoef ik niks aan toe te voegen. Maar goed, we hebben ervaring met 10 man trainen we ook wel eens tegen 11. We hebben het vorige week gehad, dus we hebben het nu beter gedaan dan vorige week, vind ik. Dus we hebben minder kansen weggegeven en aanvallend meer dreiging gehad. Dus vorige week heeft wel geholpen dat we dat geleerd hebben. Ook als coaches leren daarvan. Dus ik denk dat we daardoor het nu beter deden en daardoor Urk toch nog problemen hield. We hebben het maximale gedaan vandaag in de tweede helft. Eerste helft helaas mislukt. Maar ik heb net tegen de jongens gezegd, laten we die tweede helft dat gevoel vasthouden. Want dit is wat we kunnen, dit is wie we zijn. Nou, dat nemen we mee. Nou, gaan we volgende week naar Genemuiden. Ik wens je alvast veel succes. Dankjewel.